Je ziet wel eens dat een wijn wordt overgeschonken in een karaf. Dat heet decanteren. En dat doe je eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is om een wijn meer geur en smaak te geven. Want door de wijn over te schenken in een karaf, komt er meer zuurstof bij. Waardoor eigenlijk de geur en de smaak vrijkomt als het ware. En dat doe je vooral bij stevige, jonge rode wijnen. Zoals bijvoorbeeld een Tempranillo of een Shiraz. Maar je kunt het ook bij borrelwijnen doen. Zowel rood als wit. De tweede reden, die komt wat minder vaak voor. Dat is bijvoorbeeld voor een wat oudere, stevige rode wijn of een vintage port. In dit soort wijnen zit namelijk wel eens wat droesem. Dat is bezinksel. En dat wil je niet in je glas hebben. Want je koffie, die drink je ook liever zonder koffieprut erin, toch? Door te decanteren zorg je ervoor dat het bezinksel in de fles achterblijft. Vervolgens zijn er twee manieren om te decanteren. Quick and dirty, lekker veel zuurstof in de fles, zal ik je als eerste laten zien. Je pakt de karaf en die hou je schuin. En schenkt de wijn bijna helemaal in. Maar zorg ervoor dat het nog een heel klein beetje achterblijft. Want je weet maar nooit of er toch nog wat droesem in zit. Nou, mocht je nou geen decanteerkaraf in huis hebben, dan kan je dit ook gewoon doen met een lege fles en een trechter erin. De tweede manier om ervoor te zorgen dat het bezinksel in de fles achterblijft, die doe je als volgt. Voordat je gaat decanteren is het belangrijk dat je de fles rechtop zet. Een paar uur van tevoren, zeg 2 uur. Hierdoor zakt namelijk de droesem naar onder in de fles. En als je de fles dan uitschenkt in de karaf, krijg je de droesem niet als eerste in de karaf. Dan ontkurk je de wijn. Dat heb ik natuurlijk al van tevoren gedaan. Pak je een schoon servet en dan maak je de binnenkant van de fleshals goed schoon. Pak je een zaklantaarn en die zet je met het licht naar boven op de tafel. Dan pak je je decanteerkaraf en die hou je eigenlijk weer schuin. En dan schenk je de wijn heel langzaam over in de karaf. En dan moet je ervoor zorgen, dit is erg belangrijk, dat je de fleshals boven het licht houdt. Want zo zie je het bezinksel naar voren komen. En dat zie je doordat de wijn eigenlijk donkerder wordt. En als je dat ziet, dan moet je meteen stoppen met schenken. En zo decanteer je een wijn.